Dit programma loopt in samenwerking met het Provinciaal Bibliotheekcentrum. Dag kijkers, welkom bij Bladwijzer, deze keer vanuit Sint-Katelijnen-Waver. Dat Bart van Loo een groot liefhebber is van de Franse literatuur, dat wisten we al langer. Maar dat hij ook het volledige oeuvre van Wilm Elschot heeft doorploegd, dat is een nieuw gegeven. Het resultaat van dat veldwerk is dit boek, Elschot, Antwerpen en Coraline, een literaire speurtocht doorheen de Koekenstad. En die heb ik samen met Bart van Loo nog een keertje overgedaan. Dag Bart. Hoi. Voilà. Binnen. Oh, voilà, hier is het. Zou drinken? Ja, dat is goed. Oké. Heel goed. Kijk, ik zal hier al zitten. Jij ook, Daniel? Ja, er is over Elschot al zoveel geschreven. Moeten we daar nu nog één boek op die stapel bijleggen? Maar wat ik al heel lang vind, is dat Elschot perfect in die Franse traditie kan geplaatst worden. Maar dat is nu nog net nooit gebeurd. Maar ik wou geen droog essay schrijven, dus ik had een invalshoek nodig. En die is dan uiteindelijk de volgende geworden. Hoe kun je een Française verleiden met Elschot in de hand? En dat leek mij een heel leuke insteek om het dan uiteindelijk ook wel over Elschot te hebben. Dus beeld ik mij in dat ik in de Bibliothèque Nationale de France in Parijs een mooie, zwartharige Parisienne tegenkom die gebogen staat over een vertaling van Villa des Roses. Wij raken aan de praat. Ik wil haar veroveren. Zij lijkt geïnteresseerd in Elschot, dus begin ik over Elschot te spreken. Was zij in rugzakken geïnteresseerd of in Afghaanse windtonnen? Dan hadden wij een ander gesprek gehad, maar Elschot dus. En natuurlijk wil ik haar gewoon in mijn bed praten. En het middel daartoe is Elschot. Ja, en die Française, dat is Coraline in de titel? God, ik ga niet liegen. Er is een Française in mijn leven die mij na aan het hart ligt. En ik heb haar Elschot cadeau gedaan in het Frans. Zij is helemaal door de knieën gegaan. Zij is allerlei dingen beginnen vertellen. En dat heeft een en ander in werking gezet. Of zij nu in werkelijkheid ook Coraline heet, dat is van geen enkel belang. Maar het klopt dat dit boek wel een soort van autofictie is. Dus een mengeling van fictie, verzonnen elementen en autobiografie. Een beetje eigenlijk ook zoals Elschot het zelf in zijn romans deed. Toeval wil ik gewoon hier al 11 jaar, maar door met dit boek bezig te zijn heb ik het ontdekt dat ik pal in het midden woon tussen de Lemeestraat en de Verdussenstraat. Voor de Elschot-fans is dat duidelijk. Dat betekent pal in het midden tussen de plek waar Laarmans zou gewoond hebben, want hij is een personage natuurlijk, en de plek waar Elschot heel zijn, of enfin, 30, 40 jaar geleefd en gewerkt heeft. Ik heb dat uitgezocht met Google Maps en het is 458 meter aan beide zijden. En het is op die plek daar waar fictie, Laarmans en werkelijkheid, Elschot, eigenlijk elkaar de hand reiken, dat Coraline en ik in het boek de Franse vertaling van het beroemdste gedicht van Elschot maken, het huwelijk. Le mariage. Le mariage. Voilà, hier is het. Hier woonde de meester. Alfons de Ridder in de letterkundefilm Elschot. 4 juni 1961, de Vlaamse Toeristenbond. Ze was een jaar en 5 dagen dood. Hier heeft hij dus Kaas geschreven, Twaalicht. En zijn kinderen wisten het niet dat hij schreef. Dus Ida de Ridder, zijn jongste dochter, las op school in een handboek Wilm Elschot, pseudoniem voor Alfons de Ridder. En die zei, tja, dat is de naam van mijn vader en die is thuisgekomen. En die is op zolder gaan zoeken. En ze zei altijd op dezelfde manier, onder spinrag en achter stof trof ik boeken aan. En inderdaad, ik kon het niet ontkennen, Wilm Elschot was wel degelijk mijn vader. Het is raar, hè? Dat is uw eigen kinderen dat niet weten. Hè? Dat is... Ja, maar hij was tot dan toe helemaal niet succesvol als schrijver. Hij wou dat verborgen houden. En toen Kaas wel een succes werd, toen mochten ze het allemaal weten en kregen ze ook allemaal een exemplaar. Het is op. Dus hij is wellicht daar ergens doodgevallen. Ah ja. Bon. Ja. Ik
Hi. Goedemiddag. Mogen we hier zitten? Voilà. Dat is onder Elschot, hè. Katrien, ik weet niet of je kan inbeelden, een beetje zoals ik met jou hier nu rondloop, loop ik dus met Coraline door Antwerpse straat en ik wil haar verleiden met Elschot. En zoals dat gaat in verleidingsverhalen, het aankleden van de taal is belangrijker en gaat vooraf aan het uitkleden van de personages. Dus er moet veel gebabbeld worden. Elschot is een gedroomd onderwerp. En wanneer we hier dus de Lemaistraat uitkomen gelopen en in de Markgravelij belanden, staan we stil bij de plek waar hij eind mei 1960 ter aarde neerviel. En vraag ik mij samen met haar af, wat zou nu de laatste gedachte geweest zijn? En een van de dingen die in ons opkwam was, misschien tijdens het vallen ving hij wel een glimp op van dit café, het Hof ter Beke, waar we nu zitten. De plek waar hij met zijn minnaresse afsprak. Of althans vroeg om naar daar de briefjes te sturen. Of om met de madame van het café te telefoneren. Dat is veiliger dan thuis natuurlijk. Hij had een gekiend communicatiesysteem op poten gezet. En dat was hier in dit café. Denk jij dat hij echt een rokkenjager was? Of dat hij ja, toch echt de vrouw van zijn leven had gevonden in zijn fine? Ik denk dat het antwoord dubbel is. Inderdaad, hij is een hormonaal schrijver, zoals ik het in het boek schrijf. Iemand die, ik denk, er wel van houdt om een literaire inspanning gecompenseerd te zien in de armen van een vrouw. Dus hij zal wel naast de pot geplast hebben. Zeker weten, er zijn ook een aantal bewijzen van. Maar hij is een reinaard die met zijn staart heel wat sporen heeft uitgewist. Maar anderzijds, tegelijkertijd, is hij bij Finne gebleven. En waar zij, denk ik, wel een goed koppel. En was dat uiteindelijk toch de vrouw van zijn leven? Ben jij ook een hormonaal schrijver? Of, die vraag, beste Katrien, die zou je aan Coraline moeten stellen. Ja, dan moet je me haar eens voorstellen. Hè? Wel, als de camera stopt met draaien, kunnen we met z'n drieën eens iets gaan drinken. Ah, oh, ja, dat is goed. Dat is goed. Bart van Loo is de literaire Sherlock Holmes, dat weten we intussen met zekerheid. Zelfs de grootste schrijvers hebben voor hem geen geheimen meer. En ik mag 5 exemplaren van zijn Elschot-boek cadeau doen aan onze kijkers, met dank aan uitgeverij Houtekiet. Wilt u er zo eentje winnen? U weet wat u moet doen. Gewoon een sms'je sturen met erin de naam Bladwijzer naar het nummer 3024. Geen kort boekennieuws deze week, maar wel een uittip. Want in de Houten Zaal van de Warande in Turnhout vindt dit najaar een tweede reeks over lezen plaats. Gastheer is Johnny Gerings. Hij ontvangt er elke tweede zondag van de maand literaire gasten en bespreekt samen met zijn vast panel Karel van den Broek en Jos Gijsels internationale bestsellers. Op het programma staan onder andere al de volgende schrijvers. Zondag 10 oktober komt Mark Reugebrink tonen dat het een menens is. Op 14 november heeft Yves Petrie het over zijn laatste roman De Maagd Marino. En op zondag 12 december mag Herman Brusselmans komen uitleggen waarom hij trager is dan de snelheid. De waarheid komt uit een kindermond. Het is een huizenhoog cliché, maar daarom niet minder waar. Ze zijn recht voor de raap en die kritische ingesteldheid kunnen we bij Bladwijzer goed gebruiken. Daarom trok ik met een stapel boeken naar de basisschool het Sint-Pieters Instituut in Turnhout. De leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar lazen de boeken van voor naar achter en van achter naar voor en geven nu hun ongezouten mening in de eerste boekenkids. Dat is een boek waar er wel veel in gebeurde eigenlijk, in het begin zelf al, maar eigenlijk echt heel spannend. Ja. Interessant. Ja. En het speelt zich af in Engeland. Hoe begon dat nu eigenlijk weer? Ja, in die school en met Shu, Glenn, Vince en Tia. Dat zijn de kinderen van de redactie, de Nachtraven, dat is hun eigen schoolkrant ongeveer, of hun eigen website. Die moesten eigenlijk voor naar Cornel Castle, het geheime spookkasteel. En daar stond al op Engelse spookenlijsten van spookkastelen zelf. En, in die brief stond dat er zo, ga niet naar Cornel Castle. En,
En daar moest hij allemaal opdrachten uitvoeren. En dan die Lovely, dat was van een andere school, was echt een vervelende. Want die verpestte al hun opdrachten. En die dingen, die Vince, Glenn, Sue en Tia, die zitten op Netlog. Ze kregen ook post van hun ouders. Tia en Glenn zijn broer en zus. En Tia had die brief gekregen en ze wou niet dat Glinda kwam te weten dat haar ouders gingen scheiden. Dat stond er in de brief, maar dat komt bijna op het eind van het verhaal, maar toch is dat belangrijk. Op het allerlaatste vonden ze een schat die ze al heel lang daar hadden. Ja. Ja, die lag daar verstopt in en dat kasteel. En die zijn vader, die zocht daar altijd naar. Ja, en dan hadden ze die op het laatste gevonden en dan hebben ze nog het kasteel kunnen renoveren. Ja. En dat er terug gasten kwamen. In het begin denk je ook wel, was dat nu voor een boek? Dat begint met moorden meteen. Maar als je dat een stukje verder leest, 2 of 3 pagina's, denk je, ja, dat is een leuk boek. Het is ook wel een vrij moeilijk boek. Als je dan goed kunt lezen, dan is dat wel interessant boek. Maar als je dan minder goed kunt lezen, dan zult je wel een beetje moeite hebben met de woorden in het Engels en zo. En ik vond dat een heel leuk boek. Ja. En ik ga zeker al het volgende boek halen. Ik heb dat opgeschreven. Dus ik denk wel dat ik dat ga halen. Bladwijzer zit erop voor deze week. Volgende dinsdag zijn we er weer. En dan ben ik er heel graag bij, want dan mag ik sushi gaan eten met Paul Mennis.